Soraya. Ja. 3-0. In onze taal noemen we dat een jantje. Ja, op FIFA. Hè? Ja, op FIFA inderdaad. Hoe lekker is dat? Ja, een heerlijk gevoel. Ja, het belangrijkste, we hebben gewoon weer 3 punten. We zijn de tweede seizoen zelfs goed gestart, dus dat is fantastisch, ja. Ja, en jij hebt de glimlach van oor tot oor. Ja. Want na lange tijd sta je er weer. Ja, echt heel lang, maar het hoort ook bij een kruis van blessure. Maar ja, heerlijk. Ik heb eindelijk mijn minuten kunnen maken en echt in de Eredivisie. Dus niet meer het officieuze, maar het officiële rentree. Dat is een heerlijk gevoel. Ja, neem ons eens mee, want op een gegeven moment zegt je trainer Benno natuurlijk van je mag gaan warmlopen. Ja. En dan? Ja, dan de vorige keer bij ADO was het net niet, maar ik voelde al, oké, dit gaat er misschien wel morden. Mijn team zat er goed in, we speelden goed. Dus ik dacht, nou, dit wordt misschien wel mijn kans, want er moet altijd een moment voor gevonden worden. Dus goed warm te lopen, ik ga veel te hard natuurlijk, want je wil echt veel te veel adrenaline. Ja. En dan roept de assistent trainer, kom maar. En ik denk, oké, ik mag nu echt gaan beginnen. En dan nog even de spelervattingen doornemen met de keeperstrainer. En dan is het moment er echt. Nog even 2 sprongetjes en dan zie je je nummer omhoog gaan. En dan begint het moment echt. Ja, en dan mag je los. Ja. Dan kom je erin. Ja. Ben je dan bang voor je eerste duel? Is het dan ogen dicht of denk je nee, gewoon volle bak? Nee, ik moet eerlijk zeggen, soms misschien, tuurlijk, die knieën heb je heel lang op getraind. En soms denk je nog wel aan, daar zou ik niet op vliegen. Maar als ik iemand fel sta, dan nee, echt niet. Dan ga je gewoon. En ik heb vooral, net als Rafael, veel plezier. Kijk. En dat heb ik vooral. Ik heb heel erg genoten en er moeten nog dingen beter, dat is zeker. Maar ik ben blij dat ik echt de eerste minuutjes zijn gemaakt. Ja, dan maak je je eerste minuten en dan op een gegeven moment, het staat 2-0, dan ben je erdoor. Ja. 1-1 met de keeper en dan? Nou ja, ik krijg allereerst een prachtige bal van Kelly Zeeman, mijn maatje. En dan zie ik Marjolein van de Biggelaar in mijn ooghoek. En vorig seizoen, de eerste seizoen zelf, gaf ik hem al veel assist op haar. En ik dacht, nou, zij staat vrij. Ik kan zelf gaan, maar zij staat vogeltje vrij. De keeper verwacht het niet. Ik geef hem haar. En, ja. Ik vind dat het allerbelangrijkste dat te scoren. En dat moment dat je dan bijeenkomt met z'n allen het doelpunt gaat vieren. Dat is onbeschrijfelijk. Ik heb dat gemist, dat gevoel. Dat is onbeschrijfelijk. Ja. Ik dacht persoonlijk, die denkt, weet je wat, Marjolein, zwaai. Ja. Ik schiet er mezelf in. Dat dacht er meer. Die dacht, je zou toch zelf schieten? Maar ik zag haar vrij staan. En ik weet dat Marjolein elke bal die ze meestal voor de voet krijgt, die scoort ze. Dus ik dacht, nou, zij schiet er me sowieso in. En deze is voor het team. Gewoon naar haar. Maar de volgende, als ik hem zo vrij krijg, schiet ik hem er wel in, hoor, misschien. Ja. Maar als iemand beter voor staat als de regel, dan geef ik hem zonder genoegen af. Geen probleem. Zo keurig netjes opgevoed. Je geeft hem dan netjes af? Ja, ik wil gewoon het doelpunt zien. Ja. Of ik hem nou score of Mayo, dat maakt me niet uit. Kijk, dat is een hele mooie uitspraak. Je wilt gewoon een gewoon goal zien. Ja. Hey, en dan fluit ze jou eens voorbij. Ja. Dan loop je naar de kleedkamer en wat denk je dan? Ja, dan ga je pas een beetje beseffen van wat er net is gebeurd en dat het echt waar is, dat eindelijk die minuutjes zijn. En dus eigenlijk vergeet je dat. Ik denk dat ik op het veld helemaal niet het besef had, maar nu denk je, oh, het is echt gebeurd. Ik heb eindelijk gespeeld. Dus en dan kom je teamgenootje omhelzen, je feliciteren en dat vind ik zo mooi. Pizza. Ja, en een teamsport, daar heb ik nog niet van gehad, hoor. Dus ga ik zo meteen even lekker nemen. Maar dat is zo mooi, een teamsport ook. Je viert het echt met z'n allen en meteen komen teamgenoten naar je toe en dan... Dat is echt een fijn gevoel. Ja, is heel fijn. Vanaf nu denk ik dat je alleen maar omhoog kan gaan. Ben je helemaal 100% fit? Of is dat in de loop der wedstrijden dat je dat gaat raken? Zeg maar? Nou, fysiek ben ik wel 100% fit. Ik ben fit verklaard. Maar het is natuurlijk, ik moet wel wedstrijdritme op gaan doen. Het is wel, ik heb nu eindelijk 25 minuutjes gespeeld. En nu gaan we steeds verder. Dus ik ga nu voortborduren en misschien wel zelf een doelpuntje maken. Kijk, daar hou ik je aan. Daar hou ik je aan. Tot slot, volgende week spelen jullie uit. Pek Zwolle. Dat is een lastig, hè? Ja, ik kon natuurlijk een tijdje vanaf de tribune zien. Dus ik heb alle tegenstanders goed kunnen analyseren. Maar Pek Zwolle heeft ook gewoon een goede selectie met een ex-mede Graaf, geloof ik. Die ken ik nog, de aanvoerder is een goede speelster. Dus ik denk dat je geen één wedstrijd moet onderschatten. En elke wedstrijd is 3 punten waard. Dus ik denk dat we gewoon weer goed gaan voorbereiden. We hebben de hele selectie hier bij elkaar, dus dat is ook wel fijn. De meiden zijn terug van La Manga. Ja. Dus ik denk dat we nu gewoon lekker hard gaan trainen met z'n allen. En op naar Pek Zwolle en daar de 3 puntjes in onze pocket gaan nemen. Absoluut. Nu viel je in 63e minuut. Ja. Doe eens een voorspelling. Hoeveelste minuut kom je er volgende week in? Of misschien wel vanaf de start, hè? Het is wel zo dat ik moet gaan opbouwen. Ik kan niet in één keer de 100%. En ligt natuurlijk ook aan de wedstrijd of de trainer wil. Maar ik ga me gewoon proberen deze week te bewijzen. En misschien komt het nu wel 30 minuutjes aan of 35. Maar ik weet dat ik nu mag het weer een stapje omhoog. Het is wel een overleg met de fysio, dus ik durf niet te zeggen, nou, nu krijg ik er 45. Maar ik mag nu meer dan 25 in ieder geval. Dus kan ik misschien ook meer gaan laten zien. Ik zeg, blij dat je terug bent. Ja, dankjewel.